Het bombardement in Mortsel kende 936 doden, 1342 gewonden en 3424 huizen waren beschadigd. We kunnen alleen maar de boodschap meegeven dat bewezen is en andermaal bewezen werd dat een oorlog jammer genoeg nooit vrede brengt. Ik ga eerst over wat Tamra vraagt vertellen. Dat is dus de 5e april van het jaar 1943 gebombardeerd mee in Mortsel. En het rijtuig was vrij erg beschadigd. Normaal gezien werden de trams niet meer gemaakt. Maar er was één oplossing. Dat is dat je voor de openbare diensten werkte. Voor de trammaatschappijen. Zowel voor de stadstram, de buurtspoorwegen, ook al voor de spoorwegen. Dat je dus hier kon blijven als er werk was. Dus, en wat zei de trammaatschappij? Jammer, we kunnen dat personeel niet missen, want je trouw moet gewoonweg volledig herbouwd worden wegens gebrek aan materiaal. Omdat er in de oorlog ook niets anders was als het openbaar vervoer. Een evenementje. Ja. Mooi. Ik heb het gedaan en ik heb er geen spijt van, maar ja. Het is een dikke herinnering. Maar maatstof, hè? Ik weet het niet, in die jaren waren er geen duinen in de trams. Er waren geen duinen in de trams. En zeker niet op de remark die erachter was. Er waren er geen in, dat waren open platforms. Ja, dat was mijn indruk nog geweest. Er waren geen duinen, dat is niks. Azuurblauwe hemel, geen spierke wind en in de namiddag was er turnles. Nu moet u weten, in de Eggestraat was er een grote speelplaats voor de school, tussen de school en de Eggestraat en achteraan een kleinere speelplaats waar wij dus inderdaad turnden. Nu, turnen is veel gezegd, geen enkele school had een turnzaal en turnen gebeurde dus buiten. Het valt me trouwens op in het boek van meneer Sherin, ik geloof dat heel Mortsel aan het turnen was. De schoolkinderen, ja, de meisjes, de jongens, iedereen was aan het turnen. Overal rond. Ja, wij zitten op die kleine speelplaats achter de school. We zijn misschien een kwartiertje bezig als we plots een gebrom horen. Een aanzwellend geluid van hoogvliegende vliegtuigen. Dat was nu de eerste keer. Toen ik met mijn onderzoek begon, was het verhaal van Simon een van de eerste verhalen die ik hoorde. Dus daarom is het wel bijzonder dat zij hier aanwezig is. Ik weet één ding, ik heb heel bang geweest. En het was alle drie en het was speeltijd. We wisten ook van niks, het was nog plezant. De speeltijd was gedaan, we stapten naar de klas en het alarm ging. En onze zuster, we hadden zo van die vliegende kappen, die was heel bang en om haar gezicht te zien, zagen we dat het ernstig was. En ze zei, kinderen, allemaal tegen de muur. Dus wij allemaal tegen de muur, wat gebeurt er? En dan zijn we als troepelende de trappen afgegaan, de gang ingegaan, want er was geen kelder, spijtig. En in die gang hebben we afgewacht, 5 van ons stonden er. Of 4. En die ien, ze kropen bij je en ze waren bang. En wij ook. De stilte over het Mortsers verhaal is dus geen pathologie. Maar het ontroerende is dat die stilte net levengevend is. Generaties die geleerd hadden te zwijgen opdat hun kinderen niet belast zouden worden. Opdat hun kinderen geen verdriet zouden moeten dragen. Vertel verhaal over vroeger, over die 5 april. Wanneer de klokken niet meer luiden, nee, de tijd stond even stil.
hoort ze huilen door de stenen, door de brokken van cement. Vanuit een kelder om te schuilen voor een misplaatst bombardement. Er heerst chaos in de zaal. Geen excuses mogelijk voor zo'n wansmakelijk gedrag. Dromen zijn kapot geslagen, doelen verwagen in pure nood. De IS is er niet veel tegen, wie valt er morgen uit de boot? Thank you.
zijn mijn ouders, die passeerden hier en die zijn dus gebombardeerd. Wij waren met 5 kinderen en wij zijn dus verdeeld in de familie. Dus ja, we waren ze kwijt. Hè. Het is dag op dag 75 jaar geleden het zwaarste bombardement uit de Belgische geschiedenis. Op 5 april 1943, in volle Tweede Wereldoorlog, vielen in Mortsel bij Antwerpen 936 doden bij een luchtaanval. Vanmiddag, exact op het moment dat de bommenregen toen begon, loeide in Mortsel de sirenes. April 1943, 3:30 in de namiddag. Amerikaanse bommenwerpers vliegen over Mortsel en droppen honderden bommen. Hun doelwit, een fabriek waar de Duitsers vliegtuigen herstellen. Slechts een vijftal bommen treft de fabriek ook. De meeste vallen op het centrum van Mortsel. 936 mensen laten het leven, onder hen meer dan 200 kinderen. Ook de zus van Roger. Zij was 14 dagen ziek, griep. En de laatste dag, maar die was leergierig, die ging graag naar school. En ze zegt, ja, ik wil die vrijdag, want het is een vrijdag, wil ik naar school. En mijn pa en mijn moeder zegt, ja, nee, wacht tot een maandag. Hè? Nee, ik wil naar school. Ze is naar school gegaan en ze is erin gebleven. Hè? De stad Mortsel maakte voor elk slachtoffer een herinneringsdoosje. Bedoeling is dat mensen die mee naar huis nemen, er een tekst of een herinnering insteken en die terugbezorgen aan de stad. Dat is mijn grootmoeder. Ik heb die nooit gekend, uiteraard. Dat is de zuster van mijn grootmoeder en nog een zuster. Mijn moeder sprak daar niet over. Het is nu pas dat ik dat begrijp. He, dat die zo eigenlijk gesloten was ook. En ook die gevoelens, ze sprak daar niet graag over. Veel familieleden komen vandaag een doosje halen. Maar ook jonge mensen die op zich niks met de bombardementen te maken hebben gehad. Nu hebben ze echt een speciaal project op poten gezet, ook om de jongere generaties te betrekken. En daar vond ik het toch wel belangrijk om mijn dochters mee te nemen. En ik vind het heel erg tof dat ze er ook zelf iets rond kunnen doen eigenlijk. Alsjeblieft.
Dit is het begin van een opstel van een schooljongen uit Mortsel, 75 jaar geleden. En zoals toen, is het ook nu, toevallig, een van de eerste schone dagen van de pasgeboren lente. Een dag die toen dramatisch eindigde. En waarvan hier op het kerkhof officieel 543 slachtoffers begraven liggen. En 471 kruisjes staan. We zijn hier vandaag op een plek met grote historische waarde. Naast een reliefplaat in de hal van Sint-Edgardusschool en een monument op het gemeenteplein is deze plek het enige materiële ankerpunt in Mortsel dat nog herinnert aan het zwaarste bombardement in de Benelux tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het bombardement van 5 april 1943. Deze plek is een heilige plek voor Mortsel en alle slachtoffers. Hoe hebben mijn grootouders dit beleefd? Mijn bompa was onderwijzer aan de Lieve Gevaartschool. En zoals elke eerste maandag van de maand was hij op 5 april met zijn leerlingen naar de sportvelden van de Oude God gegaan. Na de eerste golf bommen ging bompa erop uit om hulp te bieden, maar raakte zelf zwaar gekwetst in de Edegemse straat. Wat hier op 5 april 1943 is gebeurd, verdween in decennia van stilte. Heren burgemeesters, Mortselaars, dames en heren. Wat ons verbindt vandaag is de herinnering aan de tragedie van 75 jaar geleden, maar ook een onweerstaanbaar verlangen naar eeuwige vrede, zodat wat hier gebeurde nooit meer zal gebeuren. En omwille van dat verlangen sta ik hier voor u. De Europese Unie is dat grote vredesproject waar eeuwen over gesproken werd. Dat er eindelijk kwam, maar het werd helaas gebouwd op de graven van miljoenen onschuldige mannen en vrouwen. Onschuldige jongens en meisjes. Het werd gebouwd op het puin en de vlammen die men uit 1000 mensen hier in Mortsel voorgoed bedolven en gegrepen hebben.